Yvonne Koldewijer heeft onlangs geadviseerd om Euskan Akjol aan een leugendetector te onderwerpen vanwege zijn wisselende verhalen over Matthijs van Nieuwkerk. Volgens Yvonne vringt Akjol zich in allerlei bochten en is het tijd voor zwaardere maatregelen om de waarheid boven tafel te krijgen. Akjol lijkt in het dossier Matthijs van Nieuwkerk constant van verhaal te veranderen. Eerst was er sprake van een vermeend brulfilmpje en nu circuleren er volgens hem kreunapjes. De vraag die Yvonne stelt, is waarom zijn verhaal steeds wijzigt en wat er precies achter deze veranderingen schuilt. Zelfs Wilfred Genees slaagt er niet in om hier opheldering over te krijgen, waardoor Yvonne van mening is dat het tijd is voor een drastischer aanpak. Yvonne en Colseo Twin-Host Mark Koster vinden met name het verhaal over het brulfilmpje opmerkelijk. Het echte filmpje bleek namelijk behoorlijk onschuldig te zijn. Akjol zou hebben beweerd dat Matthijs zich in het filmpje dusdanig misdroeg dat hij de vriendschap wilde beëindigen. Mark Koster benadrukt dat Akjol dit niet heeft weersproken en dat het werkelijke filmpje juist heel braaf was. Yvonne uit haar verbazing over het feit dat Akjol plotseling de vriendschap met Matthijs heeft opgezegd. Ze vindt het vreemd dat dit zo plotseling gebeurde na al die tijd waarin Akjol Matthijs leek te verdedigen. Yvonne speculeert dat Akjol wellicht onder druk van buitenaf stond om Matthijs te verdedigen en dat hij nu beweert een belastend filmpje te hebben gezien als rechtvaardiging voor het beëindigen van de vriendschap. Het blijkt echter dat Akyol de situatie aanzienlijk heeft overdreven. Yvonne bekritiseert hem omdat hij zijn vriend voor de bus heeft gegooid en nu doet alsof er meer aan de hand is dan er werkelijk is. Ze benadrukt dat Akyol puur bezig lijkt te zijn met zichzelf en dat showbiz-vriendschappen vaak oppervlakkig zijn, bedoeld om er zelf beter van te worden. Zodra het misgaat met de ander, wordt diegene losgelaten. Yvonne concludeert dat Akyol blijkbaar geen zin had om zelf de afgrond in te storten. De vraag die nu opdoemt, is of Akjol erin geslaagd is om zichzelf te redden, want door het gedoe rondom het brulfilmpje heeft hij aanzienlijke imagoschade opgelopen. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Akjol nu degene kan zijn die wordt gekanseld. Volgens Yvonne is het allemaal misgegaan door leugens, en ze benadrukt dat dit onvermijdelijk is als je de waarheid geweld aandoet.